Eigenlijk is dat een term die we niet willen gebruiken, want stunt zou je kunnen zeggen, men doet maar wat. Nou, dit is hogeschoolvliegen. 300 pk trekken aan een kistje van een paar honderd kilo. Als u net zoveel vermogen in de auto zou hebben staan, dan zou die net zoveel pk zou houden. Daarom heb ik deze minuutje extra voor de combinatie. Er zit een applicatie bij mogelijk een 16-liter motor voor, maar 300 pk trekken. Dit vliegtuig is geschikt om bijna 10 keer zijn eigen gewicht te verwerken. Stel, het vliegtuig met 600 kilo, dan kan hij dus in deze grootte 6000 kilo hebben. We noemen dit aerobatics, luchtacrobatiek. En het laatste wat het is stunten. It's not dangerous at all. It's a highly rehearsed routine, and the pilots have many, many hours of experience. So we're well trained, and we know exactly what we're doing. Een zonovergoten eerste dag van de airshow in Oostwold, met volop spektakel. Met afstand het meest gefotografeerde vliegtuig is de Spitfire van piloot Alan Wade. The Spitfire probably stands out above and beyond any other fighter ever made. It came from an era of aviation where a lot of development was happening very, very quickly. But this aeroplane was years ahead of anything else. Maar er was meer. Hier zien we bijvoorbeeld de Nederlandse stuntpiloot Ringo Massa aan het werk. En wie dacht dat zweefvliegen saai was? Persoonlijk hoogtepunt zijn toch wel deze dames. De zogeheten wingwalkers van het Breitling team uit Engeland. What does it take to become a wingwalker? It takes a head for heights, a good outgoing personality because we talk to media a lot, and sort of a gymnastic ability to be able to climb around and do the display during the flight. Can I become a wingwalker? You could do it for a flight, maybe not professionally because we have quite a strict weight and height limit. In order to be able to do aerobatics. De dames hebben een grote schare fans, onder wie Henk en Theo. De vrienden uit Alkmaar bezoeken vliegshows in binnen- en buitenland. Ja, looping en door elkaar heen vliegen en zo stijl naar boven toe. Dat is het mooiste dan wat er is. Het is dit jaar de 8e editie van de vliegshow in Oostwold. En voor het eerst verdeeld over 2 dagen. Nou ja, mede omdat we het risico willen spreiden van goed en minder mooi weer. En het is vandaag natuurlijk een schitterende dag. Dus ik denk dat we daar in ieder geval goed gekozen hebben. En we wilden ook kijken of we de airshow kunnen uitbreiden naar wat verschillende dingen. Dus dat we op de ene dag wat andere shows laten zien dan op de andere dag.
Wie vandaag verhinderd was, kan morgen dus in de herkansing. Met nog meer loopings en kurkentrekkers. En ook Alan Wade met zijn Spitfire is dan weer van de partij. Dit vliegtuig dat is een Piaggio 149D. Dat type vliegtuig is in Italië ontworpen. Het is een trainingsvliegtuig voor militaire doeleinden. En het is voornamelijk gekocht door de Duitse Luftwaffe. En dit vliegtuig is tussen 1957 en 1961 is het gebouwd. Drie informatie vliegen, dan vliegen we dicht bij elkaar en dan maken we bepaalde vliegfiguren waarbij ik halverwege de demo alleen een stukje solo verder vlieg, terwijl de andere twee, Jim en Theo, met z'n tweeën nog wat figuren vliegen. En dit doen we regelmatig op airshows in Nederland, Duitsland, België. On the wing and a prayer.
carry on. I've been living on the wing and a prayer. What a show, what a fight. Yes, we really hit our targets on the night. How we sing as we lift through the air. Look below, there's our field over there. With our full crew of men. And our trunk is the Lord. We're coming in on a wing and a prayer. 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 Think you can land that crate? De vliegtuigstand uit de echt uit de Koude Oorlog op zijn koudst uit de jaren 50, 60, zelfs jaren 70. En dan had je er honderden dus van en hadden de Duitsers er ook honderden en de Engels hadden er honderden. En zoals ik al zei, Brandon doet waar hij zin in heeft. Bij ons kun je niks als de. Kijk, kijk, kijk. Komt er altijd van de andere kant. Wow. En het wind doorgeknipt. Klap en een vette vlak. Onderwijs knap dat ze dit prachtige oude vliegtuig in de lucht weten te houden. En ook deze wordt weer gevlogen door twee van die gepassioneerde, enthousiaste, niet al te jonge vliegers meer. Arjen Dros en Menno Brandt.